ik ben Sefa, 18 jaar en ik produceer Frenchcore. En daarnaast ben ik pianist bij Peacock in Concert. Ik begon met produceren toen ik 10 jaar oud was. En dat was eigenlijk eerst een beetje hip-hop-achtige dingen. En daarna ben ik met hardstyle in contact gekomen. En ja, dat heb ik eigenlijk van mijn elfde tot mijn 12e gedaan. En toen ontmoette ik Steve Peacock. En dat was eigenlijk heel grappig, want hij woont in hetzelfde dorp als ik. Dus mijn moeder ontmoette hem en hij kwam toen een keer bij mij thuis kijken. En ik wist echt helemaal niet wie Peacock was. Dus ik ging hem op een gegeven moment opzoeken op SoundCloud. Toen was dat nog helemaal hot, SoundCloud. En toen hoorde ik een paar van zijn nummers. En ik dacht van ja, dit vind ik eigenlijk veel vetter dan hardstyle. Want het heeft wel het melodische heeft het nog, maar het is sneller, er zit meer drive in. En ik kan daar gewoon veel beter mijn ei in kwijt. Dus vanaf toen ben ik Frenchcore gaan maken. En stuurde ik een aantal demootjes naar Steve. En het duurde wel 2 jaar... voordat ik eigenlijk op een level was dat ik het ook kon releasen. En Steve heeft me ook meegenomen naar masterclasses en alles. En ik kon hem altijd om feedback vragen. En op een gegeven moment waren mijn tracks goed genoeg. Dus toen ik, even kijken, 14 was, had ik mijn eigen release op Peacock Records. En ja, sindsdien is het eigenlijk heel snel gegaan. Toen ik op mijn 15e tekende ik een contract bij Beter Kom Je Niet. En toen kreeg ik ook boekingen erbij. En ja, dat heb ik heb 2 jaar gedraaid en nu ben ik hier. Steve die heeft natuurlijk in het produceren van deze muziek heeft hij natuurlijk zijn passie en zijn roeping gevonden ook. Dus wat ik merk is dat hij er echt, vol voor gaat. Zijn hele leven draait eigenlijk hierom. En het is ook een super harde werker en hij is organisatorisch heel sterk. Daarom kan hij ook deze act echt kan hij neerzetten en krijgt hij het voor elkaar om het bijvoorbeeld op Defcon op de Red Stage te krijgen. En het is super, super goed wat hij allemaal doet. En daarnaast was hij altijd een hele grote... Een hele grote ondersteuner van opkomend talent zoals ik. En zoals de jongens van Peacock Records. En ja, het is gewoon een super goede gast. Nou ja, het optreden op stages als The Black en The Red, dat is als solo-artiest is het al echt een hele grote. Om daar gewoon te draaien is al een heel groot iets om te doen. Maar ja, als je dan als pianist daar staat voor zoveel mensen en je mag je eigen muziek spelen. Dus eerst op The Black, het waren ongeveer 20.000 mensen denk ik, en dan The Red, dat zijn er nog meer. Ja, dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel. En ik kan eigenlijk niet kiezen welke ik het vetste vind. Want ja, The Black is natuurlijk de hardcore tent. En dat waren echt de diehard Peacock fans en echt de diehard hardcore mensen. Maar op The Red had je natuurlijk een veel groter en breder publiek. En wat je dan ziet is dat die mensen echt samenkomen. Want het is misschien wel Frenchcore op de mainstage. Maar het blijft gewoon, weet je, het blijft gewoon dat muzikale hebben. Dus al die mensen daar kwamen ook samen. En, ja, het is allebei was het voor mij echt heel vet, maar op verschillende manieren. Dus om dan te zien hoe die Defcon Red Stage helemaal losgaat en allemaal meedoet bij bijvoorbeeld tracks als Musica. En ja, dat is super vet. Ja, omdat ik natuurlijk Frenchcore producer ben, denken heel veel mensen dat ik in het dagelijks leven ook naar Frenchcore luister. Maar ik en samen veel andere DJ's die doen dat eigenlijk niet, omdat je dan eigenlijk voor een creatief blok komt te staan. Dus ik luister eigenlijk alleen maar naar klassieke muziek in mijn vrije tijd. En dat is 1 voor inspiratie, maar 2, het is eigenlijk heel uitdagend om er naar te luisteren en om al die verschillende harmonieën en al die verschillende loopjes, om die in je hoofd een beetje goed tot je te nemen en te ontleden. Dus ja, ik vind het eigenlijk veel fijner om naar te luisteren, want je kan er alle kanten mee op. Het kan druk zijn, het kan rustig zijn. En daarnaast is het gewoon super tof om te leren van die grootmeesters van de muziek eigenlijk. Want er valt gewoon heel veel van op te steken en daarnaast vind ik het gewoon super fijn om daarnaar te luisteren in de vrije tijd. Nou ja, de muziek die ik zelf maak, dat is natuurlijk Frenchcore, maar zoals veel mensen ook wel horen, heb ik er heel veel klassieke elementen in verwerkt. Dat kan zijn de piano solo's of violen of klavercymbals en orgels die ik overal een beetje instop. Nou ja, die invloed is best wel groot geweest, want ik heb altijd niet Frenchcore nummers als referentiekader gehad, maar ik heb eigenlijk gewoon vette nummers, gewoon over alle genres heb ik als referentiekader als ik ga produceren. Dus daar hoort ook bij klassieke muziek. Dus als die melodieën en alles, als die zo moeilijk en geweldig en top zijn, dan wil ik dat eigenlijk ook gewoon doen, maar dan in Frenchcore. En ik zie daar helemaal geen grens of hokje in. Het kan voor mij gewoon allemaal. En dus ik moet zeggen, de invloed is redelijk tot groot, maar ik probeer het wel altijd binnen de kaders te houden, maar dan toch weer out of the box te denken door dat soort dingen te gebruiken. Het is eigenlijk heel erg bijzonder en heel erg een hele grote stap dat we met z'n allen een soort van concertconcept gaan neerzetten. Ook op een poppodium en die hele line-up en die hele opzet wordt ook anders. En het gaat eigenlijk om 1 act en dat is
Peacock in Concert. En dat op zo'n feest eigenlijk een soort van concertact de hoofdact is, dat is nooit eerder gebeurd. En dat vind ik echt super vet. En ook dat het zo goed ontvangen is. Dat bewijst ook wel echt dat we met de Frenchcore en de harde muziek gewoon naar een hele goede richting zijn gegaan. En dat is de richting van muzikaliteit en van grootsheid en al dat soort dingen. Dus ik ben super trots dat ik er een deel van uitmaak. Nou ja, qua voorbereiding, ik speel natuurlijk voornamelijk mijn eigen muziek, omdat er heel veel piano in zit. Dus die speel ik al heel vaak in de studio. En meestal zijn die melodieën ook tot stand gekomen door spelen in de studio. Dus qua voorbereiding merk ik dat ik er eigenlijk nooit echt heel hard aan hoef te trekken, omdat het mijn eigen repertoire is. Maar wat ik wel merk is, soms geeft Steve me ook een solo stukje of besluiten we dat ik een nummer van hem mee ga spelen, of dat we een collab mee gaan spelen. En dan is het wel echt dat ik wel een paar uur per dag eigenlijk in de weken aanlopend naar het evenement, dat ik wel een paar uur per dag die melodie gewoon zit te spelen en hem helemaal in mijn hoofd wil hebben. En dan als ik slaap speel ik hem nog steeds na, zeg maar. Dus, maar ja, verder qua voorbereiding, de muziek is gewoon heel vertrouwd en het voelt goed. En ik ken de melodieën zelf ook. Ik heb ze zelf al vaak zat gespeeld, dus de voorbereiding is voor mij eigenlijk een feestje. En ik vind het vooral leuk om bij de repetities te zien hoe de andere concertleden dat oppakken en hoe we samen eigenlijk dat neerzetten en die connectie ook met elkaar proberen te vinden. Dus de voorbereiding vind ik altijd heel leuk en het voelt niet als huiswerk, het voelt gewoon als een heel mooi iets voorbereiden. BKJN Events. Harder than the rest.